Ja, die dans. Maar als je nu naar hem toe gaat, heb jij je plan om je. In ten goede, in ook zo. Maar toen gaan die ook boeren nou daar, daar om koersvisserij. Blijf nou net zo buiten die dorp. Dit is die oude plaatshuis, die veranda. Je onthou hem voor, bij die stoepkamer tegen wat nou. Ja, die stoepkamer laat. Uit die, van die veranda af in die stoepkamer. Ja. Nou gaan hem koersvisser en oorlede om hokkie skreder. Hulle gaan daans nou die aand lekker tot 12 uur toe. Toe nou toe terugkom, toe het hulle nou op. Daarom nou die vaalwater is gebruik en die manne is lekker. En toe nou op die plaas kom, om hokkie slaap nou bij om koers op die plaas. Toe om hokkie nou sommer kamer doen om koers ook. Om hokkie knap geleid toe, voel hy maar. Hy het nou goed oorgeslaan wat jy na daans doen. Ja. Nee, ek, niemand anders volg jullie, maar ik volg jullie. Nee, ja. Ja. Houd om koers die middag geslag, een vierjarige kapater. Nou sal om Jan weer samen met mij wees. Dat is een lang ding. Als jy hom ophang, is langer as Arno. Weet hy hang moet sy. Ja, zeg maar ook nie. Dat jy nou een blauw draad deur sy achterbenen en om die balk. Van die verenda had je hem nou hangen, hij begint nou hang hij net zo voor die stoep. Nou hang die slagbok, hang nou op die stoep. En hij slaapt in die stoepkamer. Die oom had nou een draai om hem gelopen in die stoepkamer nou slapen. Ah. En toen die oom nou opstaan, hij loopt nu in die donker en hij voelt. En toen vat hij nou aan die bokse ribbes. Maar is nou afgeslagen? Kaal, klaar. Net verstukken maak, morgen. Toen hij aan hem vat, toen tik dat bij hem, maar hij zei, oei, jij is die man wat bij mijn vrouw wil komen kuieren. Weet eens met zijn mens, als ik nou aan jou vat, om je anders. Ja. En hij trekt terug en hij slaat die bok net hier. Nou zwaait die grote kapater weg. Maar die oude, toen hem nou geslaan het, die trek en nou zei aan, hij zei, je weet daar. Ja. Jy toen komt die kapater, hij vang hem nou zijn volle lengte en hij slaat terug. Waar hij nou uitgekomen met spoed. En hij val in die kamer plat. Nee, oh, dank maar. Wie is daar maar deze man wat kan bakleien? Ja. Hij slaan nog niet eens. Hij stampt naar de oos uit. En hij komt weer. Die man is daar maar niet klaar met die ou. Die man. En hij ziet mij hier. Hier is die ou weer voor hem. En hij bevlie hem en hij slaat hem weer eens goed. Maar die bok is nu toen net weer op zijn tweede terugzwaan. En die bok zijn pad en door zijn pad, die staan hem eens recht en hij komt weer. En is de tweede keer terug in die kamer die een plat. Toen voel hem ook maar, hij zei maar. Hij bekleed nou met oorgewig hier zo. Ja, is daarom het nou, dat is een sterk man hier. Hij slaat niet eens niet, maar als hij jou stamp. Hoe besluit hij, oma, hij gaat hem nou met die schouwer lopen. En in die loop. Daar slaan hij nog. Weet dat terecht, jongen, nou moet dubbele slaan. En hij ziet in die vaal dat hij loopt om storm en hij slaan hem nog in die bakje pad. Maar toen raak hij nou al aan die veranda. Je weet, nou, ze zijn nou zo deurlopers, maar nou wel lekker. En die bak komt terug en hij slaan hem de derde keer onder die wastafel die in die kamer is. Plat. Je hoort net die pot kletteren. Als kraak, die pot is om. En hij moet nou van die pot al weggelopen. En zijn vrouw raakt wakker, ze zei, oké, wat ga je hier aan? En ook Koos raakt wakker, die omstaan op, hij vertel me die story, hij komt uit en zei, oké, wat ga je hier aan? Hoe zwaai die bok? Hij zei, man, je vernietigt mijn bok, loop slaap. Volgende morgen toe, en dan opstaan dat nou lucht raak. Toen hulle nou weer voor hem hokkie zien. Toen blink hij nou heel van die bokvet, dus de mensen. Zoals jij nou die mensen, ja. Die mensen kan dat nou zien, toen die olie. Toen zei nou zo van hij bokvet zo op blank, net waar. Toen zei hem Koos, man, jij kan mij geloven. Ja. Vandaar die bok, zijn rug was breek. En net één rib was niet breek. Verder is hem fijn geslaan. Een brood geslaan. Hij heeft een vrouw geslaan. Ja.